Yo, beste mensen, mijn naam is Tito en vandaag spelen we Minecraft de Basis. Yes, dit is een de Basis serie. Eigenlijk gewoon als je net in Minecraft zit, of wat langer, dat kan uiteraard ook, dan kun je deze huisjes bouwen. Ze zijn simpel om in je survival wereld te bouwen. Ze zijn snel, je hebt niet zoveel materialen nodig, tenminste niet zoveel verschillende materialen. Want wat heb je hier eigenlijk voor nodig? Een eikenhouten stronk, eikenhouten trappetjes, een eikenhouten deur en eikenhouten platen. Bakstenen, baksteen, keienblokken en twee keienplaten. Twee overtjes, wat kistjes, wat rozenstruiken of een ander soort bloem wat je zelf het mooiste vindt. En hier aan de binnenkant heb ik nog twee bedden neergezet en nog twee kistjes aan deze kant. Zo, dat is alles wat je eigenlijk hiervoor nodig hebt. Ik zou zeggen, geef de duimpjes omhoog. Zwarte duimpjes zijn tegenwoordig. Abonneer op mijn kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. Here we go. En we beginnen als allereerst met eikenhouten hekjes. Yes, dan doen we er 1, 2 en 3. Doen we er naast elkaar. Dan pakken we een eikenhouten stronk. En dan doen we 1, 2 en 3 eikenhouten hekjes naast elkaar. En dan weer een eikenhouten stronk. Dan gaan we naar de zijkant toe. Dus 1 eikenhouten hekje, 2 overslaan, 1 eikenhouten hekje. En een eikenhouten stronk. Dan gaan we weer de andere kant op. Doen we 3 eikenhouten hekjes, een eikenhouten stronk, 3 eikenhouten hekjes en dan weer een eikenstronk. Aan de andere kant ook een eikenstronk en dan doen we hier 4 eikenhouten hekjes. Oké, als we dit hebben gedaan, dan pakken we hier de voorkant. Dus dan doen we hier nog 1, 2 eikenhouten hekjes, een eikenstronk en daar in het midden komt een eikenhouten trap. Dan krijgen we nu mooi dit. Oké, dan pakken we hier de eikenhouten hek. Doen we hier 1, 2 overslaan. Doen we hier nog eentje. En doen we hier ook nog 1. Hetzelfde geldt voor deze kant. Dus hier, hier slaan we er zeg maar 1, 2, 3 over. En daar al 1 naar achter. Hetzelfde geldt voor deze kant. 1, 2, 3 en 1 naar achter. Dus dan krijg je mooi dit. Oké, dan pakken we de keien. De keien zetten we hier 1 en zetten we daar nog 1 tegenaan. Zo. En dan pakken we een keien trappetje erbij. Even snel. Zo. Een keien trap. Ja. Die keien trap die zetten we. Eentje zetten we zo. En eentje zetten we zo daar weer tegenaan. Of nee, die zetten we zo mooi op zijn kop. Zo, daar tegenaan. Kijk, dan krijg je nu. Nee, we zetten hem gewoon zo op zijn kop daar tegenaan. Kijk, dan krijg je nu mooi dit. Dan krijg je een soort structuur in je muur. En dan doen we daarachter doen we even twee ovens. Want het wordt een blacksmith uiteraard. Dus doen we twee ovens aan deze kant 1 en 2. En dan is die onderkant mooi af. En als je denkt van, hoe moet ik daar naar binnen komen? Nou, zo kom je hier naar binnen. Oké, top. Dan gaan we door naar de volgende laag. Dan pakken we een eikenhouten stronk erbij. Doen we 1, 2 en nummertje 3. Hier slaan we er 1 over. 1 en 2. En nummertje 3. En dan gaan we eigenlijk deze hele kant. Doen we zo verder. En zo. 1. 1, 2. En dan gaan we deze kant op. Die kant. Die kant zo, die kant. Die overtjes gaan we dadelijk de andere kant op zetten. Dus halen we die blokken, die andere blokken halen we even weg. En dan zetten we die overtjes gewoon even aan de andere kant. Dat is, dat is ook wat makkelijker. En dan met een eikenhouten trappetje zetten we hier weer 1 tussenin. En dan pakken we onze mooie eikenhouten platen. En die eikenhouten platen maak je een eikenhouten vloer. Zo.
Die maken we allemaal zo. Daar, daar, daar en daar. En dan hier ook weer eentje. Zo, als we dit hebben gedaan. En nu haal deze even weg. Want dan zetten we hier twee mooie keien neer. En dan krijg je een ander soort, ander soort structuur. Dan zetten we hier met eikenhouten hekjes. Doen we hier nog één erboven en één daar weer bovenop. En uiteraard hier aan de voorkant 1 en 2 zo weer mooi bovenop zetten. Dan gaan we door naar de volgende laag. En met de volgende laag pakken we onze mooie bakstenen blok erbij. Oké, onze bakstenen blok. Hier komt een deur dadelijk. Dus doen we hier 1 en 2 bakstenen blokken. Slaan we er 1 over en doen we 1, 2 en 3. Slaan we er hier 1 over, dat is de hoek. Daar komt dadelijk een eikenhouten blok. Of een eikenhouten stronk. Hier ook 1, 2 en 3. Eentje overslaan. 1, 2 en 3. Zo, en dan deze maken we helemaal mooi af met 4. Eikenhouten stronken komen hier weer tegenaan. Of daartussenin. Zo, daar één en daar eentje. Aan de voorkant komen nog 2 eikenhouten hekjes. Zo. En dan hier aan de binnenkant doen we 1 bakstenen blok. 1 overslaan en dan weer 2 bakstenen blokken aan die kant. Oké, als we dat hebben gedaan, dan pakken we een eikenhouten trap. Doen we 1, 2, zo. Eentje zo. En dan een eikenhouten plaat. Doen we 2 daar weer in het midden. En dan gaan we door naar de volgende laag. Dan pakken we onze eikenhouten stronken erbij. Die zetten we overal op het huis. Waar de eikenhouten stronken al is. Zo, daar en daar. Een bakstenen blok, die zetten we daar weer tussenin. In het midden, of aan de voorkant, doen we de 1, 2. Hier doen we de 2. Daar, hier komt dadelijk een mooi raampje in. Deze doen we helemaal dicht. Hier komt eigenlijk ook een mooi raampje in, dus 2. Hier komt ook een raampje in, dus dat is ook weer 2. En hier binnen zetten we gewoon een laag bovenop. Glasplaten, 1, 2 en nummertje 3 komt dan weer aan deze kant. Aan de achterkant doen we hier 2 mooie keien. Als we dat hebben gedaan, dan pakken we onze eikenhouten trap erbij. Nu doen we hier 1, 2 en nummertje 3. 1, 2 en nummertje 3 aan deze kant. En dan pakken we onze eikenhouten plaat erbij. Die doen we 1, 2, 2, 2 en weer 2. En dan onder deze eikenhouten plaat komt een eikenhouten hekkie. Zo, kijk, en dan heb je de eerste gedeelte van het dakkie al af. En dan aan de andere kant doen we weer met een eikenhouten trappetje. Weer precies hetzelfde. 1 eroverheen. 1 hier weer overheen. En dan doen we er hier ook eentje op zijn kop. En hier ook één op zijn kop. En aan de andere kant doen we precies hetzelfde. Weer één op zijn kop. Dadelijk voor de volgende laag. Oké, dan gaan we door. Dan doen we de volgende laag met het dak. En zo. Die zetten we eigenlijk gewoon weer eentje verder. Deze kant ook. Eentje verder aan deze kant. En dan doen we er gelijk weer één op zijn kop. Zodat we de volgende laag dadelijk mooi kunnen bouwen. Dan pakken we onze eikenhouten stronk erbij. Die zetten we 1 zo. 1, 2. 1 erboven. 1, 2, 3. Die halen we even weg. En die zetten we ook zo weer mooi neer. Kijk, dan krijg je dit. Aan deze kant ook. Dus schuin. 1, 2, 3. 1 omhoog. 1, 2 en 3 schuin. En deze kant doen we ook zo mooi schuin daar weer bovenop. Aan deze kant komen nog 2 keien. Zo, 1 en 2. En dan gaan we door naar de volgende laag bij. Zo, en dan gelijk weer 1 op zijn kop. 1 en 2. Deze kant ook.
En ook weer 2 op zijn kop. 1. En nummer 2 komt deze kant op. Als we dit hebben gedaan, dan pakken we onze eikenstronk. Doen we de 1. 1 overslaan. 1. 1 overslaan. En weer eentje daar. Andere kant toe precies hetzelfde. Door hier in het midden komen bakstenen blokken. En dan de zijkanten waar we een gat hebben, daar komen ook bakstenen blokjes daar weer tegenaan. Dan gaan we door naar de volgende laag. We beginnen weer met het dak. Een eikhout trappetje. En die bouwen we zo tegenaan. Eentje op zijn kop en eentje daar weer op zijn kop. Hier weer precies hetzelfde. Ook weer één op zijn kop. En zo. En zo. En dan een eikhouten stronk. 1, 2 en 3. 1, 2, 3. En dan maken we deze mooi af. En zo. Dan gaan we door naar de volgende laag. Weer met het eikhouten dak. Dat maken we van trappetjes. En zo. En dan gaat hier één op zijn kop er tegenaan. En één op zijn kop hier weer tegenaan. Zo. En dan hier aan deze kant de schoorsteen. Doen we 1, 2. 1, 2. En dan weer 2 eikhouten hekjes. En dan komen nog 2 stenen platen. Komen hier weer tegenaan. Of stenen platen, keienplaten. 1. En nummer 2 komt daar weer tegenaan. Kijk, dan hebben we een mooi schoorsteen gemaakt. Simpel, maar toch mooi. Oké, dan pakken we een eikhouten plaat. Die zetten we 1 hier bovenop. En dan halen we die mooi door. En zo. En dan hier aan de onderkant. Ja, ik zou die ik nog even weghalen. Want dan kan je deze even omdraaien, zeg maar. En dan heb je gewoon je oventje. Hier zo. Kijk, die kan je zo mooi. Dan kan je er gewoon mooi bij aan deze kant. En hier zo doen we ook 1, 2. Die halen we even weg. 1 en 2 keien. Kijk, dan heb je 1. Dan zit 1 mooi geheel. Dan pakken we nog even een deur erbij. Ik pak een eikhouten deur. Je eikhouten deur zetten we uiteraard hier neer. Eentje. En eentje komt dan hier weer. Zo. En dan doen we nog een mooie bed. Dat zetten we in het huis. Of in de blacksmith. Ik pak een rode bed. En die mag je dan, mag je dan hier gewoon lekker gaan slapen. Als je denkt van, nou ik moet nog wat dingetjes hebben. Zoals een kistje. Om je spulletjes in op te slaan. Dat kan natuurlijk. Die kistjes kunnen we ook gewoon hier 1 en 2 neerzetten. Maar je kan ook uiteraard aan de buitenkant neerzetten. Zo. Gaan we hier weer naar buiten. En als je denkt van nou, ik zet hier gewoon een mooi 1 kistje neer. En hier zet ik ook weer 1 kistje neer. Zo. En dan gaan we nog een soort pad maken. En ik denk dat ik met grind ga doen. Dat is wel leuk. Grindblokken. Kijk hoor. Die kan je ook heel makkelijk in survival vinden. Die grind is hier. Zo. Dan doe je 1, 2, 3, 4. Kijk, dan geeft het toch wel iets een ander soort effect. En bij deze kunnen we dat ook doen. Een grindpadje van 3. En dan kunnen we hier nog eikhout hekjes tegenaan zetten. Zo. 1, 2, 1 en 2. Zo weer daar tegenaan. Kijk, zodat je zo mooi naar binnen loopt. En ja, om het een beetje vrolijker te maken, zou je uiteraard ook wat voor plantjes kunnen kiezen. Ik gebruik eigenlijk meestal rozenstruiken. Omdat die lekker hoog zijn, dus ze geven ook veel kleur, zeg maar. 1, 2 en 3. Aan deze kant ook. 1, 2. 1, 2.
Dus jullie geven gelijk wat, ja, wel een beetje power in je huis, zeg maar. En dan was dit de blacksmith. Yes! Ik zou zeggen, geef de blauwe duimpjes omhoog. Of geen blauwe duimpjes. Geef gewoon de zwarte duimpjes omhoog. Of gewoon de duimpjes. Geef gewoon de duimpjes omhoog. Abonneer op mijn kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En dan zou ik zeggen, tot de volgende video weer. Laters!